Dag Koen, hoe komt het dat de boskap zo sterk gestegen is? Wel, omdat er heel veel bos wordt omgezet in landbouwgebied, waar we allerlei gewassen gaan telen, zoals soja, zoals palmolie, maar ook voor de veeteelt, omdat heel veel dieren die wij opeten, dat die ook veel plaats nodig hebben om te grazen. En dus dat maakt dat er in heel de wereld, dat er 8 maal de oppervlakte van ons eigen land elk jaar opnieuw verdwijnt. Is er dan niemand die nieuwe bomen plant? Er worden zeker nieuwe bomen geplant. Hè. Vandaag worden er in Afrika veel bomen geplant, in India, in Ecuador. En ook in Europa worden heel veel bomen geplant. Maar je moet weten dat als je een groot oud oerbos hebt, waar heel veel enorme grote bomen staan, dat kun je ook niet zo makkelijk vervangen met nieuwe bomen. Omdat een bos heeft zeker 100 jaar nodig eer het op dezelfde niveau komt als zo'n oud oerbos. Wat kunnen wij gaan doen zodat er minder bomen gekapt worden? Wat we zeker kunnen doen, dat is minder vlees eten. Om dat vlees te produceren, wordt er heel veel bos gekapt. Je hebt namelijk plaats nodig om die koeien te laten grazen. En je hebt ook plaats nodig om de soja te kweken die die koeien eten. En je zou ook een paar boterhammen met choco minder kunnen eten per week. In die choco zit heel veel palmolie. En ook daarvoor wordt heel veel ontbost. Dank u wel, Koen. Dat wist ik niet. Hallo, de video heb je al bekeken. Dikke merci. En nu de video nog liken. Ja. Daar beneden zo. Ja, en hier vind je nog veel meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.